Hey, hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag zijn we 13 januari 2021, dus we zijn halfweg de eerste maand van het nieuwe jaar. En vandaag is er ook een nieuwe maan, eigenlijk een donkere maan, want de nieuwe maan is eigenlijk maar morgen pas of het moment dat we eigenlijk de eerste stukje maan weer zien. En ik was eigenlijk eerst van plan om gewoon een bericht te channelen. Of om dan met de kaarten te werken en een boodschap mee te geven over deze maanenergie. Toen dat me eigenlijk wel duidelijk werd dat het beter was om een video op deze manier mee te geven. Zodanig dat de dingen moeten gebeuren die moeten gebeuren, laat het maar zeggen. Nu, je zal wellicht heel veel video's vinden rond welk soort nieuwe maan het is en in welke dierenriemteken het staat en zo. En dat is allemaal interessant, maar natuurlijk de vraag is van wat betekent dat eigenlijk voor jouw fysieke leven? Wat betekent dat voor jou in jouw dagelijkse leven? Nu, vandaag is ook eigenlijk een speciale datum, want als je kijkt, dat 13 januari 2021, als je die getallen samentelt en eigenlijk terug gaat gaan kijken voor onze numerologie, wat de betekenis is, dan ga je zien dat we eigenlijk een 55 teken hebben, een 55 nummer van dag hebben. Dus 1 en de 3 en de 1 van de dag en de maand maken een 5. En dan 2021 vormen samen ook een 5. En als je dat gaat gaan opzoeken, ga je zien dat het eigenlijk enerzijds een stukje waarschuwing is, maar anderzijds eigenlijk ook een energetische poort die weer geopend wordt. Zodanig dat we eigenlijk, als je ervoor beslist en ervoor kiest, door die poort kan stappen en eigenlijk in die nieuwe hogere energieën kan gaan intappen en van daaruit kan gaan leven. En ik heb, als ik werk met cijfers, het boek van Doreen Virtue. Omdat het eigenlijk mij al wel heel veel mooie boodschappen gebracht heeft. En ik had er even de boek bij genomen om te kijken wat dat de betekenis was van 55. En ik ga het voor jullie even voorlezen. Dus 55 zegt, maak de veiligheidsgordel maar vast. Dus je bent gewaarschuwd. Want je maakt een grote, positieve verandering in je leven door, of staat op het punt om die door te maken. Dus afhankelijk van waar je bent in je spirituele groei, ga je merken dat je inderdaad al in die fase en in die verandering en in die transformatie zit. Of het kan zijn dat eigenlijk nu met het openen van het portaal van de nieuwe maan vandaag, dat je eigenlijk in die transformatie gaat terechtkomen. Dat er iets gebeurt in je leven, waardoor eigenlijk je leven door elkaar geschud wordt, waardoor je gepusht wordt in die donkere nacht van de ziel. Wat staat er nog? Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt. En dat is ook zo. Het te laten healen en het uiteindelijk dan te vervangen door iets beters. Wat is iets beters? Iets beters is voor iedereen anders. En daarom spreek ik vaak over zaken aantrekken die eigenlijk voor je hoogste goed zijn. Want het is niet omdat iets beters is voor mij, dat daarom ook voor jou beter is. Dus daarom is het belangrijk, als je zaken vraagt aan het universum, of als je start met het manifesteren van wensen, dat je eigenlijk altijd zaken vraagt die voor jouw hoogste goed zijn. En niet alleen voor jouw hoogste goed, maar voor het hoogste goed van iedereen die betrokken is. Dus deze donkere maan, nieuwe maan, donkere maan eigenlijk, geeft daar de aanzet toe. Als je 5 en 5 samen neemt, dan is dat een 10. En 10 zegt, je ontvangt aanwijzingen van God, of van het universum, via gedachten, ideeën, inzichten of helderwetendheid. Waarbij dat je iets weet, maar geen idee hebt hoe je aan die informatie bent gekomen. Ongeacht wat er eigenlijk dan op je pad komt, blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt. Want het is zo, wanneer je zaken gaat gaan manifesteren, dat er soms eigenlijk obstakels op je pad komen,
Zodanig dat je een bepaalde vaardigheid zou leren, omdat je een bepaald inzicht zou zien, omdat je een bepaalde schaduw zou belichten, zodanig dat je ook weer verder kan groeien. Want het enige doel dat we hier op aarde zijn, is eigenlijk leren, lessen leren als ziel, zodanig dat we eigenlijk onze wijsheid kunnen gaan verruimen, dat onze ziel eigenlijk kan gaan groeien en dus eigenlijk verhogen in die energie. Nu, het cijfer 55, hè, dus het cijfer 5 op zich, is wel interessant om dat eigenlijk in je achterhoofd te houden, heeft altijd te maken met verandering, met transformatie, met transmutatie, hè, dus eigenlijk het veranderen van negatieve energie of het polariseren, het omzetten van negatieve energie in positieve energie, het omzetten van levensveranderingen in wijsheid. En weet dat alles wat er nu gebeurt, ook al hoe moeilijk het ook al is, dat het eigenlijk altijd voor je hoogste goed is. En dat is ook hetgeen dat we allemaal massaal aan het leren zijn. Dat is eigenlijk van, hoe kunnen we met de huidige gegevens, met de huidige omstandigheden, met de huidige middelen dat we hebben, een zodanig leven gaan creëren die eigenlijk nog ons wel nog geluk, voldoening, vrijheid, emotionele vervulling, harmonie, innerlijke rust, al die zaken dat ons allemaal brengt. En daarom is het belangrijk om te gaan kijken van wat werkt er niet meer? Waar blijf je altijd maar aan trekken en aan sleuren en zie je van, er komt er precies niks van resultaat van terecht of heel weinig. Maar weet dan dat er iets is dat je misschien soms als iets heel kleins mag gaan veranderen. Iets die nog meer in afstemming gaat zijn met jouw ziel, waardoor dat veel meer gaat gaan stromen. Soms is het bepaalde gewoonte. Soms is het een bepaalde manier van denken dat je eigenlijk mag gaan veranderen. Soms is het gewoon zo eenvoudig als niet meer naar het nieuws kijken. Als dat hetgeen is wat je ook constant triggert en je constant weer naar beneden trekt en die lagere energieën, ja, laat dan je televisie af of gebruik het om enkel nog te kijken naar zaken waar je wel goed bij voelt, waar je wel die positiviteit ervaart. Dus ga er voor jezelf mee aan de slag van wat is er in mijn leven dat ik eigenlijk eerlijk mag zijn ten aanzien van mezelf, dat nog niet stroomt, dat eigenlijk niet is zoals ik het zou willen. Ongeacht wat de anderen zeggen. Want het pad van iemand anders is niet jouw pad. De waarheid van iemand anders is niet jouw waarheid. Dus dat zijn zaken wat we nu eigenlijk met deze donkere maanenergie nog meer gaan tegenaan lopen. We krijgen eigenlijk weer de kans om echt weer in die diepte te gaan duiken. Weer een verbinding te maken met onze intuïtie en eigenlijk onze schaduwen gaan aan te kijken. Nu, wat ga je ook merken als je bijvoorbeeld iemand bent die voornamelijk de vrouwelijke energie belichaamt, dan ga je merken dat je vandaag ook vermoeider bent dan anders. Ga je merken dat je misschien nog meer slaap nodig hebt dan anders. Ben je misschien degene die eerder meer de mannelijke energie in zich draagt en belichaamt, misschien meer dan je vrouwelijke energie, en dat heeft niks te maken met geslachten, want we hebben beide energieën in ons. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld meer ascensieverschijnselen gaat ervaren. Omdat je lichaam doorheen die hogere energieën probeert, die probeert eigenlijk te gaan integreren. Waardoor dat eigenlijk alle onzuiverheden die er nog zijn in je fysieke lichaam, eigenlijk moeten gezuiverd worden. En dat is niet altijd even aangenaam en kan soms wel pijn met zich meebrengen. Een aantal zaken waar ik de laatste tijd ook heb ervaren, is bijvoorbeeld lage rugpijn. Lage rugpijn kan verbonden zijn met emoties. Als je bijvoorbeeld op pad van een tweelingvlam loopt, dan kan dat ook verbonden zijn met het angst rond commitment, angst rond verbinding, angst rond een lange termijn verbinding, angst om eigenlijk die vrijheid dat je als ziel ervaart, om die eigenlijk opnieuw te gaan verliezen wanneer je in een langdurige relatie zult stappen. Nu weet dat je eigenlijk perfect kan met iemand samen zijn en toch nog perfect vrij kan zijn. En dan heb ik het niet over het engageren met verschillende partners, zeker niet. Het begrip vrijheid gaat nooit eigenlijk over al dan niet in relatie zijn met verschillende personen, zeker niet. Vrijheid gaat over stuk waarin je eigenlijk gewoon jezelf kan zijn in elke situatie en die relatie. Waarin dat je jouw authenticiteit elke dag naar buiten kan brengen. Waarin dat je kan delen
hoe dat je voelt, wat dat je denkt. Daar gaat vrijheid eigenlijk echt over. En dat je eigenlijk kan gaan staan waar dat je eigenlijk naartoe getrokken wordt. Dat je eigenlijk mee kan leven in die flow. Daar gaat vrijheid veel meer over. Dus vrijheid gaat niet over van dat je de toestemming krijgt om te gaan vlieren fluiten en gaan flodderen van de ene naar de andere partner. Zeker niet. Want als je in dergelijke systemen terechtkomt, dan duidt het eigenlijk alleen maar nog meer aan waar dat er disbalans is in jezelf. Waar dat je eigenlijk andere partners, verschillende andere partners nodig hebt om een leegte te vullen in jezelf. Wanneer dat die leegte in jezelf gevuld is, dan ga je merken dat je die behoefte niet meer hebt. Maar daarover wou ik eigenlijk vandaag niet hebben. Wellicht is dat een thema voor een andere video. Maar dat is vandaag de donkere maan, waar je morgen ook nog een stukje in zit. En gisteren zat er eigenlijk ook nog een stuk in. Dus probeer zoveel mogelijk mee te gaan in die flow. Probeer zoveel mogelijk te gaan voelen wat datgene is dat je nu nodig hebt. Is dat vroeger gaan slapen? Is dat een detox? Is dat meer rust? Is dat alleen zijn? Is dat net niet alleen zijn? Dus ga het gaan voelen wat je nodig hebt. En maak die verbinding met je lichaam. Want jouw lichaam is eigenlijk jouw perfecte middel om te gaan voelen en om te gaan communiceren met jouw gidsen. Om te weten welke weg, welke stappen je mag zetten, wat dat er goed is voor jou, wat er niet goed is voor jou. En dat is ook hetgeen wat ik aanleer aan iedereen die met mij samenwerkt, om eigenlijk je fysieke lichaam te gebruiken en te gaan zien als een tool, als een middel. Om te communiceren met je gidsen, om boodschappen te ontvangen, om bijvoorbeeld te ervaren wat de andere ervaart. Dus al die gaven en die talenten dat we hebben, dus het helderwetend, helderziend, het helderhorend, heldervoelend, die allemaal te gaan inzetten als een kracht, zodanig dat je ze kan gaan gebruiken. Ik zou zeggen in jouw voordeel, maar dat klinkt weer heel negatief. Maar dat is eigenlijk voor je hoogste goed en voor het hoogste goed van iedereen die met jou in contact komt. Dus als je nog niet weet wat je gedaan vanavond, ga eventjes met jezelf zitten. Neem lekker warm bad of een lekker warm douche. En stel jezelf de vraag, wat is nu hetgeen dat eigenlijk wel gaan vormgeven in dit leven? Wat is hetgeen dat jouw emotionele vervulling geeft? Wat maakt jou blij? Het is niet voor niets dat de maatregelen rond corona en zo allemaal nog verlengd worden. Nee. Het is er ook om nog meer weer naar binnen te gaan. Want nu, door verschillende planeetstanden, zijn er heel veel mensen die wakker worden. En als je al een tijdje wakker wordt, des te beter, want dan ga je daar nog iets gemakkelijker doorheen gaan. Maar er zijn heel veel mensen die nu nog maar pas wakker worden. Die nu nog maar zich beginnen af te vragen van, wat de heck, wat doe ik hier op aarde? Waarom ben ik geboren überhaupt? Wat is dat nu met een ziel en een fysiek lichaam? En die emoties, wat is de bedoeling daarvan? Wel, voor die mensen is de komende maand en eigenlijk de verlenging van die maatregelen nog des te lastiger. Wanneer je alles vanuit een hoger perspectief wilt en kan gaan bekijken, ga je ook begrijpen wat het er allemaal echt aan de hand is. En ga je ook begrijpen dat dat eigenlijk ook weer een stukje een fase is waar we doorheen moeten. Een soort geboortekanaal waar we eigenlijk nog verder door gepusht worden, zodanig dat we vanaf, laten we zeggen, maart, het moment dat de lente en de energie ook in de natuur weer meer gaan stromen, hier toch in het noordelijke halfrond van de aarde, dat we van daaruit ook weer mee kunnen gaan op die flow. En dat we eigenlijk dan tegen dan al heel veel zaken afgelegd hebben dat we niet meer nodig hebben. Zodanig dat we echt vooruit kunnen in die nieuwe wereld en die nieuwe en hogere energieën. Want het is echt wel heel veel luchtiger en lichtiger aan de andere kant van die tunnel. Nu, ben je iemand die vastloopt, en het maakt niet uit of je al een tijdje op het spirituele pad loopt of niet, maar als je voelt dat je tegen stukken aanloopt, dat je obstakels hebt, dat je het nut van een bepaald iets niet inziet, wel, neem contact met mij op. Via reading, channeling of via een transformatiesessie kunnen we dan gaan kijken wat dat net hetgeen is waar je het gevoel heeft dat je vastzit. Zodanig dat je weer verder kan. Zodanig dat je echt mee kan liften op de energieën die er nu ook collectief gezien zijn. En dan bedoel ik niet de energieën van angst, want die zijn er ook heel hard. Maar kan ik jou leren om altijd maar terug te keren en in te tappen op het positieve aspect. Op de weg van liefde, op de weg van het licht. Niet dat ik daarmee alles van het donkere en de schaduw ontken. Zeker niet. Wat we er wel mee doen, is het erkennen en het transformeren, zodanig dat het ons niet meer op een negatieve manier beïnvloedt. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk elke dag doe met mijn klanten. Dus heb je interesse om samen te werken? Of ben je nieuwsgierig naar wat ik voor jou kan betekenen?
Via de linkjes onderaan deze video vind je van alles terug, wat ik al gemaakt heb, wat ik kan aanschaffen, wat ik kan leren over inzichten in het manifestatieproces enzovoort meer. Dus ga op onderzoek uit, zou ik zeggen. Contacteer me, stel jouw vraag en dan gaan we zien op welke manier dat jij weer verder kan. Zo, ik hoop dat je net alweer nieuwe inzichten hebt gekregen rond de nieuwe maan, donkere maan-energieën. En vooral wat dat jij er kan van gebruiken om jouw leven verder vorm te geven. Want uiteindelijk is dat het enigste wat telt. Zo, ik zie je in de volgende video. En ik wens je nog heel veel plezier, heel veel licht en heel veel liefde. Tot in de volgende!